Goedemiddag, ik heb de eer om aan jullie de kandidaten voor de organisatie van de Vlaamse jeugdfinales in mei voor te stellen. Er zijn 4 clubs die een bod hebben gedaan op deze organisatie. En dat zijn Lokeren, Izegem, Uilenspiegel en Atomics. We gaan nu steffens elk bod open doen en we gaan kijken welke club het hoogste bod heeft gedaan. De club met het hoogste bod krijgt uiteindelijk de organisatie toegewezen. We gaan beginnen met Lokeren. Lokeren doet uiteindelijk een bod van 1.511 euro. Volgende club is Atomics. En Atomics doet een bod van 1.602 euro. Vervolgens hebben we Izegem. En Izegem doet een bod van 1.702 euro. En als laatste hebben we Uilenspiegel. Uilenspiegel en DLW United Antwerpen, dus een co-organisatie, die stellen zich kandidaat met een bod van 1.950 euro. Dat wil zeggen dat dit bod het hoogste bod is en dat de organisatie naar hen zal toeleggen.